Ja, de plannen zijn dat we de vijver gaan onderhouden, zodat de soldaten weer zichtbaar worden. Ze staan er al decennia in weer en wind. De soldaten van het voormalige land van ooit. Die blijven hier het kasteel en het kasteelpark bewaken, zeg maar. Dat ze mochten blijven was al langer bekend. Nieuw is dat ze bevrijd worden uit hun groene gevangenis. De soldaten worden in ere hersteld. We willen eigenlijk het riet willen we weghalen, voor een deel. Zodat de soldaten weer zichtbaar worden. En tegelijkertijd willen we dat doen met aandacht voor de natuur. We zitten natuurlijk in het bosgebied. Dus we willen het riet snoeien. Ruimte bieden voor diersoorten die gebruik maken van de vijver. En op die manier willen we eigenlijk langdurig gaan kijken van hoe we die soldaten een plekje kunnen geven. In de hoogtijdagen van het land van ooit, dat in 2007 failliet ging, zijn de soldaten voor eeuwig bevroren door Stor de Bosstor. En dus hier gedoemd zijn hier eeuwig te staan. Nou, je ziet het. Dat is ook zo. Ze zijn er nog steeds. Dan zou het een overweging kunnen zijn om inderdaad soldaten op te knappen, maar de soldaten zijn best zwaar. En we weten niet wat er gebeurt als we ze uit het water halen. Moeten we het water laten dempen? Dat zijn allemaal keuzes die gewoon belangrijk zijn. Dus daar moeten we even goed over nadenken. Het eerherstel voor de soldaten van het land van ooit. Zodat wij in ieder geval die historie van het land van ooit kunnen combineren met de natuur die er is. Valt samen met de restauratie van het Roze Kasteel dat volgend voorjaar moet zijn afgerond.